Let op, de volgende video bevat luide schrikeffecten, bloederige en griezelige beelden en grof taalgebruik. Kijken op eigen risico. Hallo! Welkom bij Halloween. Ik heb hier zo geen zin in. Goedenavond iedereen, welkom bij deze week Halloween special. Vijf dagen achter elkaar, Spooky's House of Jumpscares of nu Spooky's Sandcastle of Landshark. Ik weet niet of het aangepast is, geüpdate is of wat dan ook. Het enige wat ik weet is, je moet 1000 kamers door en hopelijk overleef je het. Dat is het enige wat ik weet. In elke aflevering ga ik proberen 200 kamers door te komen, of het nou leuk is of niet, dat weet ik niet. Maar het is een Halloween special. Ik kan zelf niet tegen jumpscares. Dus, trouwens, editor. Heb jij waarschuwingen van tevoren ingegooid? Ja! Top. Nou, dan gaan we maar beginnen. Oké, lopen is wast. Kijken doe je met de muis. Activeren doe je met E of spatie. Sprinten doe je met shift en een wapen. Oh, je hebt zelfs een wapen. Leuk. Oké, ik heb dit een paar keer gedaan tijdens een live... Hoi. Hoi, Spooky. Hey! This is my home. Ah, leuk. Can you, humble player, make it through 1000 rooms? Gaan we proberen. Can you find what lies at the end? Pepernoten? Because I don't really know. Jouw huis! Oh, just go. Het is mijn... hallo, luister. Hi. Dus, nou ja, we gaan gewoon 1000 kamers door en ik heb geen flauw idee. Het enige wat ik weet van dit spel is dat in het begin, tot het nogal meevalt en tot het steeds erger gaat worden hoe dieper dat je erin gaat komen. Ik heb mijn geluid lekker hard staan, ik weet niet of het een echo gaat geven, ik heb geen flauw idee, we zien het van eigens wel. Dus, oh boy, hier ben ik al geen fan van, hier ben ik al geen fan van. Maar goed, dit is dus de Halloween special. 5 dagen, dit. Kamertjes doorlopen. Dus in elke aflevering gaan we 200 kamers door. Want het is dus echt een week dat we dit gaan doen. Dus echt maandag tot en met vrijdag. Vandaag is maandag. Morgen is het dinsdag. Overmorgen is woensdag. En zo gaat het dus door. En... Er was een waarschuwing gegeven dat het voor kleine kinderen was, toch? Of niet voor kleine kinderen was, toch? Minimaal 12. Dan kennen ze dit ook wel. Serieus! Stom stinkbeest! Ik heb scheid aan jou. Oké, dat begint al goed. Dat begint al heel erg goed. Ik weet het, ik heb het gelivestreamd een keertje. Maar de eerste keer al gelijk een boink. Normaal was het een boop of iets in die trend. Nou is het al gelijk een boom. Jeetje, dit gaat niet goed komen. Maar goed, zoals ik dus aan het vertellen was. Ik ben trouwens laat ben ik naar Move Park Jump. Geweest! Ah, ik krijg er echt nou al gewoon echt de bedoelde van. Daar krijg ik gewoon niet vrolijk van. En ondertussen zit Greg hier achter zich. Die zit hier achter de schermen. Die kan nou in één keer achter mij beginnen. Dat moet hij echt niet doen, want ik serieus, hij krijgt hoofdpijn van niet op mijn kinder. Hij slaapt in de schuur vanavond als hij dat flikt. Ze blijft vanavond bij me slapen, want morgen heb ik weer een evenement. Het is trouwens niet opgenomen op een maandag, dit is eerder opgenomen. Ik heb een evenement. Dus ja. Ik ga weer gezellig bij onze fisherman langs en een Pokémon kaart spelen en zo. En... Don't. You dare. Don't. 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 Waarom kan ik niet gewoon even hier gewoon in zo'n bed blijven liggen of zo? Ik moet wel wat snel. Ik had toch een wapen? Ik bedoel serieus, ik moet in deze aflevering 200 rooms door. Kan ik hier niet doorheen? Gaat het... Het kan. Kamers zien er allemaal hetzelfde uit. Wat maakt mij het uit? Oké, het is gewoon boe. Oh, en voordat mensen gaan beginnen van Five Nights at Freddy's... Nee, dat gaat nooit gebeuren. Stop asking that. Is er nou verder helemaal niks? Als alleen maar gewoon door die kamers heen doorlopen? Want echt, als dit 5 afleveringen doorgaat, dan... Ik bedoel, niks voor te lezen, geen story. Misschien is het wel handig om eventjes mijn setup een beetje beter te doen. Misschien is het niet handig om stil te staan, maar...
Eeny, meeny, miny, mo, Jolteon of Vaporeon, Vaporeon, Glaceon, SP. Ik ga gewoon deze kant op. Tijd. Ah! Nee. Nee. Achter mij zou die eigenlijk... Oké, dat is creepy. Niemand achter me. Ik durf gewoon bijna niet achter me te kijken, jongens. Ik vind het niet leuk. Don't like. Oeh. Wat is dit? Een Picasso? Is dat spooky? Zijn er botten? Kun je ze eten? Kun je er aan likken? Weet ik veel? Het grappige is, zoals ik dus al probeerde te vertellen, Gregory die was eigenlijk bezig met zijn Pokémon-kaarten te sorteren, maar hij vindt dit waarschijnlijk veel te leuk, want ik kon hem nog niet eens meer sorteren. Ik hoorde de hele tijd achter me gewoon zo'n random gegniffel. Hier nou weer. Dus ik weet dat er facecam bij is, maar echt serieus, ik ben echt geen fan van dit soort spellen. Dus waarom dat ik me deze challenge heb voorgenomen, ik heb geen flauw idee! Oké, er komt niks. Ik ben al bijna op een kwart. Ik ben trots. Pas erop, hè. Ik zie alles. En daar ben ik niet blij mee. Het liefste zou ik gewoon echt met watjes in mijn oren gaan zitten. Gewoon echt van die watjes, want ik ben gewoon zelf een heel groot watje. Maar het liefste zou ik gewoon met watjes in mijn oren gaan zitten en gewoon zeggen van, nou, dat was leuk. Leuk. En gewoon geblinddoekt dit wel. Nou, dan kun je het spel net zo goed niet spelen. Nee, precies. Pas erop. Pas. Ik ben nou zo gefocust op het moment dat ik weet dat er iets uit de muur springt. Zoals nu. Nu dan? Nu? Het is daar zo lang al stil, ik vertrouw het niet. Nou, daar hebben we weer de gezellige kooi schilderij. Ik vertrouw het voor geen meter. Oké, we hebben net die ene deur gepakt, dan gaan we nou gewoon rechtdoor. Ik verwacht het gewoon nu. Ik verwacht het nog steeds. Ik schrik niet. Het pakken me echt eigenlijk op het moment dat ik gewoon niet gefocust ben of zo. Wat is dit voor muziek? Oh boy. Het is zo cartoony als... Nee, ik haat van die hele kleine krabbel. Nee. De reden trouwens dat ik dit nog opneem, terwijl dat het nou nog licht is, dat is van, jongens, ik heb buren. En ja. Ik bedoel, het zou leuk zijn inderdaad als het donker was, maar op het moment is het niet echt handig om nou in het donker, want er is nog te vroeg voor. Dus... Oh, kijk. Leesvoer. Oké, at first... at first this place just seemed cute. But I've been here for days now. I'm feeling quite patched now. And I keep getting this feeling like I'm being watched by something. This is not romantic at all. Nee, kijkers. Dat jullie naar mij zitten te kijken, is niet romantisch at all. Het mag weggaan. Het mag... Oké, dank je. Moet er gewoon voor weglopen. Oeh! Is er iemand die doodgegaan? Dat is net een gezicht dat je zo zit. Ik ga er niet te lang naar kijken, want dadelijk springt het naar me toe of zo. Weet ik veel. Vertrouw hier... Oh, nog een briefje. I know something is following me, but I feel like I'm prancing through. The same rooms over and over, hopefully leaving notes as breadcrumbs will prove I am making progress and reaching some destination. I just hope I don't run out of ink. I am dreadfully thirsty. Nou, misschien moet je een cola hebben of zo. Of een Pepsi, weet ik veel. Ga nou schelden! Cola versus Pepsi, make it happen. In de comments. Ik hou van cola, ik hou van Pepsi, ik hou van... Komt-ie? Het is te lang stil geweest. Ik weet dat je komt. Kom dan gewoon. Nee. Waarom kom je niet meer? Die muziekjes. Nee, we zijn op een kwart. Volgens mij is dit safe. Boop. Ja, safe. Oké, wat hebben we hier? Oh. Ink. Not quite quenching my thirst. Taste is terrible. Stains are terrible. I don't think drinking it was a very romantic idea. Tuurlijk, drink gewoon inkt. Waarom ook niet? Misschien als je een squid bent of zo. Waar moet ik naar beneden gaan? Deze knop is mooi. Hij is... Bij Moviepark had je zo'n attractie die dit geluid de hele tijd maakte. Voelde ik me ook oh zo veilig. Ah, daar is de deur. Maar echt die knop. Maar je ziet hoe mooi die knop is. Zo in HD. Hallo Resident Evil look. Oké, kom maar. Boe. De eerste kamer. Oké. Ik ben het hier niet mee eens. Ik ben het echt niet mee eens. De muziek maakt het niet beter. Muziek maakt het echt niet beter. Nee, maar ik zat dus in Moviepark. En in Moviepark echt, daar zaten we in zo'n soort van draaimolen die heel erg hoog gaat. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Boe. Haha, je schrok van een groen spook. Wat leuk. Die schilderijen zijn ook altijd heel erg boeiend. Wat hebben we hier?
I found something today to satisfy my unromantic thirst. I woke today from a brief faint and I found before me a bottle of red wine. I'm not sure what brand or year for, there was no label. I gather it tastes strongly metallic. Dude, je hebt gewoon bloed staan te zuipen als je het mij vraagt. Gadverdamme. Maar goed, over die attractie waar ik dus 300 keer al probeer over te praten en de hele tijd afgeleid wordt door. Hallo, waar moet ik naartoe? Waar gaan we heen? Oh ja, ik kan sprinten, dat was ik helemaal vergeten. Maar ja, het punt is dus... Volgt mij iets? Nee hè? Het punt is dus, dat is zo'n draaimolen die dan echt hoog gaat en daar kun je dan een beetje mee sturen dat je links en rechts gaat swappen en dan alles. Maar achter mij zat zo'n kind die zat de hele tijd aan zo'n hendel te trekken. Waardoor dat het karretje dus, ik weet niet hoeveel aan het schudden was. En toen gingen we dus omhoog en toen begon dat ding dus wat sneller te draaien. En het probleem was gewoon van dat ding dat kraakte als een ziekte en ik wou niks anders dan alleen maar zo snel mogelijk terug naar beneden toe. Ik bedoel, echt. En we zaten ook de hele tijd van die Final Destination, hallo kots, van die Final Destination muziekjes te maken. En hoi, wat staat hier? Spouting, splashing, soaking, innards ingest evoking, kneeling never stops the choking, la 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 la. Hoi. Ah! Nee! Nee, 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 oh, dat sloomt. Nee, 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 ik word niet gevolgd. Ik kan niet lopen. Ik zat vast. De beest zit achter me. Zit de beest nog steeds achter me? Ik weet niet of de beest nog steeds achter me zit. Dat geluid hou ik niet van. Deze kant op. Ze was niet slim, maar dat maakt mij niet uit. Is dit gewoon de stille hint dat ik ergens doorheen de snelle moet? Dat het muziekje stoppen? Oké, jongens, echt serieus. Mijn hart die klopt in mijn keel nu op dit moment. Ik kan er echt niet tegen. Ik heb mijn geluid ook veel te hard staan. Ik kan niet meer rennen. Mijn sprint is op. Ik heb geen sprintjuice meer. Ik heb geen sprintjuice. Die muziek die... Ik kijk niet naar achteren. Ik kijk niet naar achteren. Nee. Nee. Oké, misschien heel even. Dadelijk. Heel stiekem. Muziek is opgehouden. Zit je achter me nog? Nee? Maar dat was eng. Dat was echt eng. I don't think that was wine. Nee, wat was dat voor groen beest? Oké. Oh, verkeerde kant. Laten we rustig lopen. Er komt niks door die deur heen. Denk aan blije dingen. Denk aan je Ivy. Ik heb wel deze kant op. Oh, please zeg maar dat dit de goede kant was. Please zeg maar, daar zit een tafel. Oké, dit is de goede kant, toch? Ja, dit is de goede kant. Oh, daar komt dat ding weer. Ik wil niet dat er iets mij achtervolgt. Ik heb helemaal niks. Echt helemaal niks. I don't know how much longer I can go. I haven't seen any of my previous notes. So that means either I'm getting somewhere or somebody is taking them. Ja, ik neem de notes mee. Maar ik zit toch achter jou? Of zit ik voor jou? Of ben je teruggelopen? Of ben ik je net tegengekomen? Was jij dat groene ding dan misschien? Zoveel vragen. Ik snap het niet meer. En komen er nog van die stokjes trouwens? Want ik heb een hele lange tijd nog niet meer van die stokjes uit de muur gezien met boe. Waar ik nog steeds niet tegen kan. En ik zit nog steeds niet eens op de helft. Kom op. I think this is my last note. I'm going to die having never found my escape. But really, that's not true. This place was like my escape. My escape from everything else. In the end, my death is kind of romantic. Het is maar wat je romantisch noemt. Boe? Nee? Oké. Ik heb gelukkig geen ding meer achter me gezien. Hoi deur. Ik loop gewoon door. Gewoon rechtdoor. Hoe sneller, hoe beter. Njong. Oh, weer zo'n kamer. Kijk, serieus. Lijken echt constant dezelfde kamers. Vind ik niet erg. Dus eerder zijn we op de 1000. Gaat lekker snel zo. Hoppakee. Dan gaan we hier. Oh, dat was een hele kleine hoek. En hadoeken. Hadoeken? Handdoeken. Washandjes. Die zeg maar niet op rondje. Waar ben ik? Ik heb geen flauwe... Die muziek, die hou ik niet van. Niet... Nee. Dat was dus een zinloos rondje. Maar dan hebben we die. Dat schilderij weer. We zijn bijna op de helft! Ik weet niet of... Ik weet niet of er ook iets is... Ja, volgens mij komt... Dat was onder de gordel, twee keer achter elkaar. Dat was echt onder de gordel. Kan ik dit wel 200 rooms overleven gewoon achter... Nee.
Ik weet nog niet eens of ik dit echt 200 rooms achter elkaar ga overleven, jongens. Maar ik moet. Nee! Ik weet niet wat voor geluid dat het is. Er zit weer kots op de grond. Hoi. Hang in there, ik doe mijn best. Safe. Is dat die gast? Ja, dat is die gast. Dat is onze schrijver. Wij hebben het langer volgehouden. Niener, niener, niener. Ik heb het langer volgehouden. Niener. Sorry. Ik zal wel doorgaan. Ik zal wel eventjes hier op het knopje drukken. Nee jongens, dit gaat niet goed met mij. Achter mij zit er eentje gewoon, ik kom nu in mijn pijn van het lachen. We zijn op de helft. We zijn op de helft en ik heb geen flauw idee wat me nou nog te wachten staat. Volgens mij ben ik nooit verder gekomen. Oh, deze kamer ziet er al een stuk gezelliger uit. Ik bedoel, nou dat we niet van die gasten hebben die eerst inkt gaan lopen zuipen en daarna bloed gaan lopen zuipen. En daarna gewoon een hoopje botten ergens achterlaten. Ik bedoel, ik ben hier. Waar? Je hebt geen punt... Ik ben Tetris aan het doen, blijkbaar. Oké. Dan hoop ik niet dat dat groene ding ons nog een keer gaat... Schilderijen worden ook een stuk leuker. Al moet ik wel zeggen dat het moviepark... Ja, ik vond het leuker toen de Warner Brothers was. Maar ik bedoel, serieus, ze houden heel erg goed die... Die attractie bij. Ik bedoel, echt 90% van de attracties was kapot. Dat was... Awfully bright! Nou ja, het is in ieder geval wel een hele vrolijke... Hi, wie ben jij? En wie ben jij? En wie ben jij? Waarschijnlijk beledig ik iedereen mee. Omdat ik geen idee heb wie het zijn. Dat is het allerergste. Hadouken, nee? Oh, kijk nou toch eens. We staan aan de andere kant van de tralies. Maar ja, gelukkig zijn alle deuren gewoon open. De muziek wordt echt erger. En achter mij begint het gewoon te kraken. Het zak. Serieus, klier dat is. Hij wil echt in de schuur slapen, dat is 100% zeker. Die zat achter me. Hoi, dat was een rare kraak. Ik vertrouw die kraak niet. Something coming. Oh boy. In ieder geval, laat eventjes in de reacties weten. Hoe is jullie Halloween so far? Want ik bedoel, ja, het is dat. This place is finally starting to affect me. I've seen enough horror movies to know how to survive a simple ghost or two. But these monsters keep getting faster and stranger. Nee. Vorige keer las ik een brief en toen kwam er in één keer een spook aan. Oh, wat? Wat? Nee. 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 Locked. Nee. Nee. Oké. Oké, dat is... Moet dat... Oké, er is hier iets ontsnapt. Dat is alles. En dat is heel erg creepy. En... Oké. Subject 5 is growing more and more restless. I told Spook we need more funds for sedatives, but she just laughed and flew into the ceiling. Without more chemicals to keep these things docile, I'm not sure how much longer we can keep them there safely. Waarschijnlijk niks. En hey, kijk nou toch eens. Ik heb een card key. Het blad gaat weg. Ik heb een card key. En dat is normaal gesproken heel erg slecht, want er komt er nu of normaal gesproken een jumpscare. Of er komt nou een griezelig monster die denkt bij zijn eigen van... Hey, die deur is nog steeds locked. Of er komt nou een heel griezelig monster die in één keer bij zijn eigen denkt van... Hey, kijk, hem daar was lekker even bang wezen, laten we hem nog bang gaan maken. Wat ligt hier op de grond? I believe subject 5 is loose, the glass around its container is shattered and I can't faintly hear clicking coming from the ceiling. I don't know what will happen now. If it's out and alive, then this is probably my last report. The clicking is getting louder now. Moet ik nou opletten op geklikgeluid? En komt er dan iets uit het plafond? Nee! Nee. 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 Er zitten wel die zwarte gaten. Ik hoor geen geklik meer. Nee, klik meer. Ik vind het echt niet leuk, jongens. Waarom zitten er van die zwarte gaten? Komt er dan een keer iets uit de zwarte gaten of zo? Willen die vogels buiten hun bek dicht houden? Willen we alsjeblieft niet van die overbright kamers hebben? Oh, nee. Nee. Nee, nee.
Ik hou niet van deze wegen. Deze wegen zijn slecht voor de gezondheid. Voor mijn gezondheid dan, voor jullie niet. Jullie komen niet meer bij van dat lachen. Jullie denken echt bij zijn eigen van serieus. Het is maar, je hoeft alleen maar een paadje te lopen. Meer doe je niet. Meer doe ik niet, nee. Het is alleen maar lopen. Trouwens, voordat jullie het vragen. Ja, ik speel dit op fullscreen. Waarom? Anders is het effect niet leuk. Is dit van Ghostbusters? Je weet wel, die groene... Oh nee, dat was rood. Gelukkig kan ik niet invallen. Ik heb tot nu toe nog geen schade genomen. Daar ben ik heel erg trots op. Zou het heel erg zijn als ik in één keer een route... Room 49 of zo. Of Room... Ja, iets in de 9... Oh, wat hebben we hier? Mrs. Spook. Is het Pac-Man? Get ready. Moet Pac-Man doodmaken? Ik ben blij dat ik die waarschuwing er in de begin heb ingezet. Was dit alles? Oké. Leuk. Mal of the Spook. Oké. Hoe doe ik dit? Oh, ik moet stabben. Oké. En als het balletje op is, dan verlies ik ofzo. Dit is limonade, jongens. Ik ben kindvriendelijk altijd op een Let's Plays geweest. Leuk. Zijn jullie lekker aan het genieten van jullie tomatensoep? Oké, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Oké, ik ga niemand meer killen. Ik ga ze allemaal opwijken. Hoi. Oh, ik mag mijn naam invoeren. Enter name. Ikke. Nee, niet Spooky, Ikke! Ja, zo ken ik het ook. Oh, deze doet het niet. Die is caduc. Oké, weer terug naar de angst. Ik vond het niet erg om mensen neer te mogen steken met een zwaardje. Dat was serieus. Dat was beter als door deze kamers heen te gaan lopen. Waarom zou je door deze kamers willen lopen? Ik zou niet door deze kamers willen lopen. Wil jullie door deze kamers lopen? Ik zou niet door deze kamers willen lopen. Ik bedoel, in reality zou ik echt zoiets hebben van... Oké, op het moment dat het als een stokje... Dan komt er echt niet zo in één keer keihard door speakers... Badum! Dan krijg je eerst het gekraak van het stokje te horen of zo. Dat is totaal niet realistisch. Nee. Oké, nog 7. Kom op. Ik heb zo'n gevoel dat we dadelijk echt ergens op een 49 of 99... dat we gewoon doodgaan door een hele domme fout die ik maak. Oké. Het is een ijsje. Wat verwacht je nou? Het was een nieuwe Pokémon. Oké, zeg me dat dit de goede... Hai. Zeg me dat dit de goede kant is. Zeg me... Dat het goed gaat. Rechtdoor of hieraf? Ik ga rechtdoor, de rest is kloten. En ik maak een fout. Kom op, ik hoef nog maar... Die geluiden die zijn niet leuk en ik wil dat geklik niet horen. Vergeet niet, ik ben er geklikt nog steeds niet... Nee, niet nog zo... Nee! Er komt daar iets achter me aan, ik zweer het. Er komt daar iets achter me aan. Ik weet het zeker. Mijn moeder die komt langs. Die zegt dan van, kijk eens wat ik voor je gekocht heb. Een berry. Voor je Pokémon. Daar heb je er al 300 van en dan zegt ze dat ze het van jouw geld gekocht heeft. En dan moet ik weer zeggen van, mam, stop nou eens met bellen. Keep that blood pumpkin. Ja, natuurlijk. In order to survive this house, I need to keep writing notes. I must do everything a central protagonist would do and hope this is one of those stories. Insert obscure horror reference that no one gets and misinterprets as instructions somehow. I put a spell on you and now you're gone. Dat is van Halloween, dat is niet echt horror, maar dat maakt mij niet uit. Ik hoor nu alles veel te hard. Dank
Dankjewel, deur. Oké, 50 kamers, ik kan het. Dit is de maandag. Oh, dit ziet er gezellig uit. Laten we gezellig... Volgens mij is dit van Friday the 13th. Jason in één keer achter ons aankomt met een mes. Ik zie het nog gebeuren ook. Hallo. We komen dadelijk weer in zo'n laboratorium of zo, tot ik weer in één keer de weg kwijtraak. Of tot we in één keer worden achtervolgd door iets. Nou ja, op zich, we hebben pas één ding achter ons aangehad. Oké, ik moet dat niet te snel zeggen, want serieus. Ik bedoel... Ik heb nog 42 kamers te gaan, er kan nog van alles gebeuren. Ik ben nog steeds hartstikke bang. Oh, nee. Ik hou niet van deze muziek. Plus, ik vind het niet leuk om de hele tijd achter me te kijken. Oké, de vorige keer was dit eigenlijk ook de goede route. Dus ik ga er nou gewoon vanuit dat dit weer de goede route is. Ik haat dit spel. Oké. Echt serieus. Ik heb jeuk. Ik krijg overal jeuk nu. Ik krijg echt overal jeuk. Nee, stoel. Stoel is nee. Stoel is no. Waarom krijgen we nou de hele tijd van deze kamers? Ik haat deze kamers. Deze kamers zijn stom. Oké. Vorige keer was het de verkeerde kant. Nou gaat het wel de goede kant zijn. Zou het toch niet twee keer... Ze flikken twee keer hetzelfde. Waarom? Niet doen. Niet achter me aankomen. Geen geknisper. Helemaal niks. Nog 39 kamers. Ik kan dit. Oké. En wat is dit? Hi. Oh. Enter. Cat. Dos. Miauw. Miauw, bitch. Oké, even kijken. Specimen 1. Dat zijn de spookjes. Kun je nou al wat spoilers te zien en alles? Dat ding... Dat was dat ding wat achter mij aan zat. Smiley face. Hebben we nog meer van die enge dingen dan? Geen idee wat dat is. Nee. Nee, dat zit niet in dit spel. Mag niet. Die vind ik dan niet zo erg. Tenzij dat die enge geluiden gaat maken en zo. 6 weten we niet. Oké. Hebben we nog hier iets? Oh, layout mogen we ook niet zien. Hebben we nog weer verder hier iets? Nee. Oké, dan exit. Welkom bij Minecraft muziek. Wat is dat? Achie! Ik ben allergisch voor klets. Hoi. Wat zie jij er gezellig uit? Maar dan is dit toch al een beetje zinloos, of niet? Nou ja, we krijgen in ieder geval rust gegeven de muziek. Nee, niet met zaklampjes spelen nu. Nee. Oh mijn god, dat is creepy. Matsuri never came to class today. I hope she's okay. Wat zijn die schaduwtjes? Wat zijn dat voor schaduwen? Hi. Oké, ik ben weg, ik ben weg. Ja, locked, hartstikke leuk. Zeg maar alsjeblieft niet dat ik een sleutel in moet vinden. Ik wil absoluut. Nee. Hartstikke gezellig. Waarom deed ik dit? Zeg maar dat ik hier gewoon weg kan. Nee, dat is de deur terug. Kijk het. Ik ga gewoon weg hier. Oké, ik mag gewoon weg. Ik mag gewoon weg. Dit vind ik niet leuk meer. Nee. Ik weet niet of daar een briefje zat, maar het boeit me niet. Jongens, echt. 30 kamers. I can do this. Wat? Kun je dat nog één keer herhalen? Het klonk als get out of here. Kling, kling, kling. Oké, dus 1, 2, 3, 4. Oké. Die doen. Die snol die zei, get out of here. Die snol die zei...
de! Alsof dat er iemand in je oor staat te toeteren. Ben ik klaar hiermee? Kom op, nog 17. Kom op. Dan heb je een pauze. Dan hebben je kijkertjes een pauze. En dan heeft iedereen een pauze. Hebben we nog een leuk verhaaltje dat ik kan vertellen? Ik ga dus morgen naar een soort van Japanse markt. Dan ga ik als Pokémon trainer naartoe. Want het is leuk. En het wordt dan heel erg stil. En dan zie ik Erik weer. En dan is mijn. En dan gaan we ook weer trading card doen. Dan ga ik daar ook even met Gregory doen. En dan kan ik mijn nieuwe deck. Want ik heb mijn deck weer aangepast in real life. En dat is gaaf. Dat is heel erg leuk. Jongens, echt serieus. Ik sta hier. Dat praten dat werkt. Daar schrok ik nou niet nog weer zo hard van. Dat praten dat werkt. Dus. Maar. Ik moet echt zeggen, dit zijn echt. Nee! Nee! Ik kan niet lopen. Kom op. De! Dat was een eng ding. Dat was een heel eng ding. Nee. 200. Screw jullie allemaal. Ga allemaal jullie moeder bellen. Well, I still haven't died. So it appears I might be the protagonist. But I'm not entirely sure. I hope I'm not some side character that leaves note for pointless exposition. Also, I found a strange computer that gave descriptions of the monsters. And it seems like they are called effective based on how many people they kill. Jongens, dit waren de eerste 200 rooms. En ik moet heel eventjes naar boven om heel eventjes ervoor te gaan zorgen dat ik een schone broek aan heb. Want we hebben last van de code bruin. Ik dank jullie voor het kijken. Vind je me nou een ontiegelijk mietje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Vind je me nou enorm dapper? Waarschijnlijk niet. Vond je het een leuke video? Laat een like achter. Echt serieus, ik ga je door een hel heen. Morgen gaan we tussen kamer 201 en 400. Ik dank jullie voor het kijken en nog een hele fijne dag toegewenst. En tot de volgende keer. Ik ga dit niet overleven.